Bijna elk voetballertje heeft de droom om later te leven als een profvoetballer. Je krijgt veel aandacht, je bent iedere dag bezig met je passie, je wordt toegejuicht door fans en als de wedstrijd dan begint, hoop je te winnen. Maar voor het zover is, is er nog een lange weg te gaan. Hier woont Ime Meijer, 14 jaar oud en keeper in de jeugdopleiding van Profclub FC Emmen. Elke morgen staat hij vroeg op, zodat hij op tijd is om met het busje naar FC Emmen mee te gaan. Ja, het is al vroeg. Eenmaal bij het stadion pakt hij zijn fiets en gaat hij eerst naar school. Jorn Hekkert is 11 jaar oud en speelt bij de profs van Go Eagles in Deventer. Kom maar binnen. Hey Jochem. In tegenstelling tot Ime woont Jorn gewoon in de stad van zijn school. Ja. Geen kus vandaag denk ik, hè? Dat mag wel. Veel plezier. Hoe laat begint je les? Mijn gymles begint om 8:30. Tijd om te gaan dus, want het is 8:10 en Jorn moet natuurlijk niet te laat komen. Ja, je kan hier wel naar binnen als je wilt hoor. Ja, mijn deur is dus meteen aan het begin hoor, dus als je wil spreken kan het nu, want de meeste overdag is het een beetje druk. Dat is gewoon hiernaast. Ja, we gaan al Jorn. Terwijl Jorn begint aan zijn schooldag in groep 8, voelen wij de directeur van de hogeschool aan de tand. Ja, en, Go Eagles pakt het iets anders aan dan andere clubs. Zij zeggen van kinderen moeten zelf school regelen, vervoer naar de club. Hebben jullie verder wel contact met Go Eagles over Jorn af en toe? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat krijgen wij niet mee, dat gaat eigenlijk inderdaad via Jorn. En die houdt ons af en toe eens op de hoogte en die vertelde me weer, oh, ik mag weer een jaar voetballen voor Co-Ed. Nou, dan weet ik dat ook weer, hartstikke leuk, maar rechtstreeks contact hebben we niet met Co-Ed. Vind je dat wel eens lastig? Ja, zou ik eigenlijk best wel willen, want het is een club van Deventer tenslotte. Ik vind het ook hartstikke leuk. Ik denk, goh, wat meer promotie en wat meer aandacht kan sowieso geen kwaad. En ik weet niet precies wat de gang van zaken is en wat er leeft en wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. Dus wat dat betreft zou ik wel fijn vinden om wat directer contact met elkaar te hebben. Ja, want jullie hebben ook een jongen bij Vitesse lopen en daar gaat het allemaal iets anders. Ja, daar krijgen we bijvoorbeeld via de mail of brieven van de club. En daar staan heel duidelijk in geformuleerd wat de bedoeling is en wat de reden is. Dus dat helpt wel voor de duidelijkheid. Benten, kom maar. Benten, ik ben uit. Hey! Nee, naar mij Max. Ook Ime is inmiddels begonnen aan zijn schooldag op het Carmel College. Een school die wel een samenwerkingsverband heeft met FC Emmen. Ime zit hier op de MAVO en Alex Scheper is de topsportcoördinator. Jullie hebben een samenwerking met FC Emmen sinds een aantal jaar. Hoe verloopt dat? Dat is eigenlijk goed. Ik moet zeggen dat we trekken samen op. Dus op het moment dat wij vinden dat er iets gebeurt op school waarvan wij vinden dat het niet kan, wordt het ook overgenomen door FC Emmen. Qua minpunten, qua cijfers. Zij nemen dat eigenlijk wel heel vlekloos over. En dat is eigenlijk ook wel de kracht denk ik, van onze samenwerking. Dat ze ook weten van hey, als de dingen op school niet goed gaan, dan heeft het consequenties voor de voetbal. Vind je het wel eens moeilijk om school te combineren met voetbal? Ja, soms dan kom je zelfs thuis en moet je nog leren voor proefwerk of zo. En dan ben je meestal wel moe. En dan heb je er nooit zoveel zin in, maar dan moet het toch wel. Ja, want je gaat meestal om 7:00 van huis weg. En hoe laat ben je dan s'avonds thuis? Meestal kwart voor 7:00 ben ik meestal ook weer thuis. Dus je bent de hele dag weg. Landelijk moeten wij ook ieder jaar een jaarverslag gaan leveren bij onze stichting. En daar vergelijken wij ook de schoolprestaties zeg maar, met de reguliere leerlingen. En de topsportleerlingen. En daar komt ieder jaar eigenlijk gewoon uit dat de topsportleerlingen beter presteren dan de niet-topsportleerlingen. Natuurlijk het doel om keeper te worden bij FC Emmen. Ja. Vind je dan wel eens moeilijk dat je denkt van, ach, ik word toch profvoetballer, waarom moet ik eigenlijk naar school?
Nee, zeker niet. Want je hebt, ja, straks haal je het niet en dan heb je, verder heb je helemaal niks. Bijvoorbeeld als je dan op je, bijvoorbeeld als je dan bij Emmen stopt of afvalt, dan kan je niks als je geen opleiding hebt. Het is natuurlijk een bijzonder leventje. 'S Ochtends vroeg met een busje naar de club, gelijk door naar school, weer naar de training en naar huis. Daarover spreken we met Gert Heerkes, hoofdopleidingen bij FC Emmen. Zie ik dat sommige jongens eraan onderdoor gaan? Nou, aan onderdoor gaan, maar het is wel eens voor enkelen wel heel zwaar. Om zeg maar de studie voor elkaar te krijgen, om de trainingen voor elkaar te krijgen zoals de trainers graag willen. En dan ook, ja, als ze wedstrijden spelen, het te laten zien wat van hun verwacht wordt. En er zijn natuurlijk altijd spelers bij die hele hoge verwachtingen hebben, ook van hun eigen presteren. En die hebben wel moeite om dat te normaliseren, zeg maar, die gedachte. Hè. Of ze voldoende gepresteerd hebben voor de buitenwacht of voor hun eigen meetlat, zeg maar, die ze heel hoog leggen. Dus er zijn inderdaad altijd wel een aantal spelers bij die uiteindelijk, waar de druk misschien te hoog is of waar het plezier in voetballen verdwijnt, doordat ze elke keer ja, die spanning voelen. Hebben jullie bij FC Emmen ook mental coaches rondlopen die daar met jongens over in gesprek gaan in de jeugd? Voor een groepje talenten die binnen onze club zijn, hebben we een soort coach aangesteld, een begeleidingscoach, zeg maar. Die hun, zeg maar, dat een coach 3-4 talenten krijgt toegewezen, ja, om daar wat meer mee te praten, wat meer te gaan trainen. Wat dus dat zijn vooral met de echte uitblinkers? Ja, zeg maar de performance coaches die op een groepje talenten zitten en die, nou, die binnen de club er heel goed op staan. Oh, dan focus weer. Hup. Oké. Klaar voor? Yep. Ja, kom maar. Hup. Goed. Kom maar, jongen. Breng terug. Breng terug. Kom maar. Hup. Prima. Even breng terug. Je probeert natuurlijk ook het zo goed mogelijk voor de jongens te maken, lijkt mij. Ja, nou, wij als club hebben wel zoiets. We hebben ook in ons zeg maar, technisch beleidsplan, of het voetbalhandboek, hoe je het maar noemen wilt, daar staat ook heel duidelijk van, ja, een voorwaarde voor de trainers, bij het formeren van trainingen, bij het formeren van een trainingsprogramma, is ook heel duidelijk dat het spelplezier en de goede voetbalomstandigheden gecreëerd moeten worden om het voor de jongens ook leuk te houden. Dus, ja, en wanneer is het leuk? Ja, het is vaak leuk als je speelt en het is vaak leuk als je wint. Maar het kan ook leuk zijn doordat je als groep heel goed met elkaar omgaat en dat je vrienden en bindingen hebt in de groep. Dus wij proberen daar wel dingen mee te doen. En dat gaat dan van teamuitjes tot activiteiten met de hele jeugdopleiding, waar het eerste bij betrokken is. Hè? En ja, met spelvormen in de training. Dus we proberen daar aan te denken. Maar ja, het blijft toch altijd uiteindelijk gaan voor spelers heel vaak om de prestatie op zaterdag. Het wel of niet opstellen en dat haalt ook een hoop plezier bij hun weg. Of brengt hun juist een hoop plezier. Go ahead. Je hebt kunnen zien dat Ime vanmorgen in het busje stapte naar FC Emmen. Hans Voordeman van Go Ahead Eagles onderschrijft dat zij het bij de club anders aanpakken dan de Emmenaren. Hier moeten ze komen te staan over een paar jaar. En in het geval van onder de 13 over een jaar of 5, 6, 7 hopen we eigen spelers te hebben hier in dit prachtige stadion. We doen het dus anders dan andere BVO's in Nederland. Wij verwachten eigenlijk heel veel van de speler zelf en van de ouders zelf. We zijn gewoon een voetbalopleiding, hè. We noemen onszelf ook een voetbalopleiding. We zijn geen jeugdleider, maar een voetbalopleiding. Dat betekent dat we bezig zijn met voetbal en niet met allerlei randzaken. Dus concreet betekent dat wij zorgen voor goede faciliteiten, voor goede trainers, allemaal ex-profvoetballers die we in dienst hebben, voor goede begeleiding op het veld en naast het veld. Maar niet, wij regelen niet de hele dag voor je. We hebben geen busjes. Ja, en jongens van 11 die kunnen best wel kwetsbaar zijn. Het is natuurlijk een leeftijd waarin veel komt kijken. Ja. Hoe proberen jullie zeg maar, de balans te vinden tussen die topsportmentaliteit en het plezier? Ja. Het is een heel ander leven wat je gaat leiden. En we hebben daar heel bewust voor gekozen om daar een oud-prof op te zetten. Nou, dat hebben we allemaal als trainers, maar deze oud-prof is wel heel erg mensgericht, heel erg kindgericht. En dat is dan Oei Hilderin.
Maar in de staf eromheen zit er bijvoorbeeld een grensrechter bij. Dat is een wat oudere meneer die dat een beetje beschouwend allemaal in de gaten houdt. En de teammanager is een leraar. Daar hebben we heel bewust voor gekozen. Dat is iemand die in het onderwijs zit, dus die de pedagogisch didactische erg bewaakt. Jorne is na zijn schooldag eventjes thuis en dat geeft ons even de gelegenheid om het te hebben over zijn leven sinds Go Ahead Eagles. Vond je het lastig om weg te moeten bij Activia? Ja? Ja. Ja, vond je dat moeilijk? Ja. Wat maakte dat zo moeilijk? Nou, want je hebt zo heel lang met elkaar gespeeld en dan moet je opeens weg. Ja, dat is wel... Heb je nog getwijfeld of je wel naar Go Ahead Eagles wilde gaan? Nee, eigenlijk niet. Oh, dat niet? Nee, dat niet. Maar je hebt er wel eventjes over na moeten denken. Ja, heel eventjes. Een weekje of zo. En staat het ook het begin van jouw carrière bij Go Ahead Eagles erin? Ja, dat staat er wel in. Laat het zien dan. Oh, hier. Hier mag ik voor het eerst meetrainen bij Go Ahead. Als je nou moet kijken naar de grootste verandering als je, sinds je bij Go Ahead Eagles speelt, vergeleken met Activia, wat is het grootste verschil volgens jou? Het niveau. Maar ook qua hoe je weken eruit zien? Oh, veel drukker. Ja. Want soms heb je woensdag nog een oefenwedstrijd, dan heb je maandag, dinsdag, vrijdag en woensdag. Ja, een soort van training. En bij Activia hadden we maar dinsdag en donderdag. Go Ahead Eagles doet het iets anders dan andere clubs. Ze laten de spelers zelf vervoer regelen, school. Hoe vind je dat als ouder? Ja, prima. Ja, ik vind het wel fijn. Dan heb je toch een deel in eigen hand. En is het sport gewoon de sport. Ja. En vind je het niet lastig dat je denkt van het zou soms wat makkelijker zijn als Go Ahead Eagles wat dingen ook voor ons zou regelen? Ja, ik vind het prima. Zoals het nu gaat vind ik het prima. Misschien dat je op den duur wel zegt van... Hij zit er nu al zo lang bij, wat we tijdens de busjes gaan regelen. Want ook die anderhalf uur van tevoren, dat is dan het eerste wat je gaat opbreken. Je bent anderhalf uur van tevoren al op locatie. En als zij met busjes zouden gaan, zouden wij anderhalf uur later kunnen gaan. Het lijkt allemaal zo leuk en aardig, spelen in een jeugdopleiding. Maar sportpsycholoog Pascal de Wijngaard ziet ook de mindere kant in van deze wereld. Op de inhoud moet je natuurlijk hard zijn. De mensen moeten bepaalde ontwikkelingen laten zien. En als ze die niet laten zien, dan is het helaas pindakaas. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk wel het kwetsbare kind. En met name tot en met 12 jaar heb je toch wel te maken met hele kwetsbare kanten ook van jongens in ontwikkeling. En daar moet je natuurlijk wel ook heel veel aandacht voor hebben. Nou, hoe verantwoord denk je het eigenlijk dat het is om op zo'n jonge leeftijd al de overstap te maken naar een BVO of een jeugdopleiding? Nou, ik denk dat topsport, als je dat goed begeleidt, dat goed kan zijn. Dat het ook voor een groot deel goed kan zijn voor iemands mentale, fysieke ontwikkeling, emotionele ontwikkeling. Maar je kunt dat niet alleen maar overlaten aan trainers die ook te maken hebben met de organisatiebelangen en het teambelang. Als je het vergelijkt met andere sporten, bijvoorbeeld noemen ze sport kunstrijden, de schaats. Als ze daar een talentvol koppel hebben, die worden gepamperd. Er wordt alles voor gedaan om te zorgen dat het goed bleef gaan. Ook al loopt het mentaal iets minder, dan wordt daar begeleiding op ingezet om te zorgen dat zich ontwikkelt. Maar bij clubs is het zo van, wie niet aan kan haken, ja, die haakt maar af. En precies met die gedachte ging FC Twente om met Guus Wolters, die inmiddels weer speelt bij Kwik 20 in Oldenzaal. Ik heb erg last van heimwee. Dus ja, dat gaat niet echt samen dan als je zo'n reis maakt zonder je ouders met gewoon een team. En naar Rusland zijn we geweest en daar had ik een trainer die hielp mij heel goed. En dat ging ook prima wel. Daar had ik ook wel moeilijke momenten, maar dat ging op zich wel gewoon goed. En toen in Polen, toen had ik een andere trainer, die was iets jonger en ja, die kon daar iets minder goed mee omgaan. En we hadden ook afspraken met hem gemaakt en die is is een beetje niet echt nagekomen. En ja, ik heb dat daar niet heel leuk gehad en toen heb ik gezegd van dat ik dat niet meer wil. Toen hij thuis kwam, toen ik hem ophaalde, was het eerste wat hij zei van ik ga in ieder geval nooit meer met hun op pad. En dat heeft hij ook niet gedaan, want ze zijn daarna nog 4 dagen in Turkije geweest, maar is hij niet mee geweest. En we hebben wel wat gesprekken gehad en ook wel met Twente zelf. En uiteindelijk heeft hij gezegd van nou, ik ga het gewoon niet doen. Ik wil heel graag met mijn vrienden gewoon naar school
in de Oldenzaal. En dan ga ik ook gewoon weer bij Kwik voetballen. Heb je dan ook een vervelende nasmaak overgehouden aan je tijd bij FC Twente? Of valt het wel mee? Daar heb ik nog wel een paar... Ja, soms dat ik daaraan denk, dat ik dan wel echt denk van dat het daar echt niet leuk was. Maar ik heb ook wel heel veel goede herinneringen, want ik vond daar voetballen gewoon wel leuk. En die, op die toernooien was het ook wel gaaf dat je gewoon tegen... club speelt als Borussia Dortmund en zo. Dat is wel vet als je daar tegen speelt. Zij hadden heel erg het idee dat hij nu oud genoeg was, dat hij het zelf moest doen. En toen was hij 11. Toen was hij 11. Ja, en daar verschilden wij dus ook gewoon over van mening. En zij waren van mening dat het ook te maken heeft met discipline en met doorzettingsvermogen. Ja. Snel handelen, Jon. En boem. Jammer. Kom maar op een been, hè. Jorns trainer Oeildriem weet wel waarom profclubs spelers zo jong aantrekken. Goat Eagles heeft er geen E en geen F, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Nee, ik weet het. Mijn zoontje die is destijds gescout voor onder de, wat is het, voor de F's, al bij de F's, al bij Zwolle en bij Vitesse. Ik vind dat te jong. Maar aan de andere kant, als je daar niet in meegaat, krijg je natuurlijk, hè, dan komen de jongens bij de F's al, bij de E'tjes gaan ze al heel snel daar naartoe. En dan hou je eigenlijk... de mindere voetballers houden dus over bij de D. Snap hem daar of niet? Ja? Kom maar beginnen. Yo. Eenzaam bestaan van de topvoetballer. Ja. Ime is inmiddels ook weer thuis van zijn lange dag en eet zoals altijd na. Feit is dat deze jongens al op jonge leeftijd veel aan de kant moeten schuiven. Ze moeten het kopje erbij houden en het vooral bij zichzelf zoeken. En wie weet zien we ze over een aantal jaren zo het veld oplopen.